ik word blij als je andere mensen die je kan helpen, helpt. Ik ben vrijwillig hier, doordat ik heel lang al in de WHO zit en ik wou iets doen, want ik zat de hele tijd alleen uit mijn neus te eten. Dus ik denk, ja, ik kies iets met de bejaarden, want ik ben ook oud. Als je tegenwoordig ziet, een heleboel mensen die alleen zijn, weet je, die helemaal creperen van eenzaamheid. Eten verbindt, zeggen we altijd, en het is echt zo. Dus toen is het idee eigenlijk ontstaan en hebben we daar vorm aan gegeven. Elke eerste woensdag van de maand is er hier een lunch voor de omwonenden. Kunnen mensen met elkaar lekker een broodje eten, een soepje en met elkaar het gesprek aan. Dus het is heel fijn om contacten te leggen en om samen een keer te lunchen. Want er zijn heel veel alleenstaanden. En met zulke dingen, die mensen worden blij zodat ze geserveerd worden, weet je. Dan krijgen ze de aandacht dat ze niet krijgen. En dus daarom doe ik dat. Ik vind het leuk voor mezelf om iets voor anderen te doen. En dan voel je je ook niet eenzaam, want ik ben ook alleen. Dus het zou leuk zijn als je ook onder andere mensen gaat. Spreek ons aan, bel ons, mail ons en zeg ik wil wat doen, maar wat kan ik doen? En wij helpen daar graag bij. Je moet het gewoon benaderen, want ze zijn mensen net als jou. Bij taalgebrek maakt niks uit, ze begrijp je toch.